Don't Stop the Party van Pitbull en TJR. Yes. We gaan weer wat liedjes toevoegen aan onze afspeellijst, Miguel. Onze oneindige afspeellijst. Ja. Want op Spotify hebben wij de Himfinity afspeellijst. Iedere sidekick die er komt, die mag daar een liedje aan toevoegen. Iets waar je een goed verhaal bij hebt of iets anders. We zetten ook de belangrijkste nummers uit de uitzending in die lijst. Gaan we volgen. We zetten hem ook wel even op onze Instagram straks. Hè? Even een linkje. In voor de weekend 2020 naar de afspeellijst. Gaan we doen. Komt goed. Toon, jij bent de sidekick van vandaag. Dus jij mag er ook een liedje aan toevoegen. Ja, zeker. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik heb in ieder geval een nummer gekozen. Het is een nummer waarvan dus al een fragment voorbij is gekomen. Het is namelijk wat ik net vertelde over de memes. Ik weet niet of je de meme achter Rick Astley kent. De meme achter Rick Astley? Ja, ik ken zoveel memes daarvan. Voor mij is het een van de allereerste dingen waar ik echt grandioos om kapot ging op internet. Ja. Het stand van 4chan, voor zover ik weet. En het is eigenlijk is het de bedoeling dat je iemand iets laat zien. Alleen in plaats van dat je ze datgene laat zien, word je doorgelinkt naar een filmpje van Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Oh, ja. En ja. De eerste 2 seconden van het nummer zijn daarom zo... Ik krijg daar zo de kriebels van, dat je weet van fuck, ben ik weer in de maling knoo, weet je wel. En het is zo vaak voorgekomen, ook in echt hele serieuze situaties, dat ik dacht, ik moet even dit opzoeken. En dan zie je een linkje en dan klik je daarop en dan is het Rick Astley. En dan denk je, alweer. Dat is een werkwoord ook tegenwoordig. Rickrolling. Rickrolling, ja. Maar, wat de allerbeste Rickroll is die mij ooit is overkomen. Een vriend van mij, die heeft op zijn bruiloft, terwijl hij samen met zijn vrouw over naar het altaar liep, kwam dus Rick Astley, hadden ze opgezet. Het was ook zelfs haar voorstel. Niet. En er waren 5 mensen, van de 20 mensen publiek, waren er 5 jongens, onze vriendengroep, die echt kapot gingen van het lachen. En hij stond ook echt zo, ja. En de rest van de familie en de bezoekers, die wisten allemaal niet wat er aan de hand was. Want ja, dat is gewoon een beetje een cheesy liefdesliedje. Maar voor ons betekende het zoveel meer. En ik wil hem daarom een beetje terug rickrollen en nooit zo goed zoals hij ons te pakken heeft gekregen. Dat is gewoon niet meer te evenaren. Ja, top. We gaan hem toevoegen aan Aspeleis. En oké, muziek gaat uit. We maken het stil. En de eerste paar seconden gaan we nu horen. Ik vind het wel leuk, Rick, dat jij vroeger echt een hitje te pakken hebt gehad. Ja. 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 Dat was hem. Rick Astley, Never Gonna Give You Up Tone. Wat een fantastisch verhaal zat er ook weer bij. Ja. En hoe voelde je toen de eerste paar seconden van het nummer te horen waren? Ja, gewoon weer echt absoluut alsof ik in de maling was genomen. En ik heb het zelf opgezet, maar... Ja, heel leuk. Ik vind wel het nadeel, zeg maar, die Himfinity playlist, die luister ik zelf ook regelmatig als ik onderweg ben. Precies daarom. Ja. Precies hierom. Gewoon zodat hij op shuffle eens in de zoveel tijd voorbij komt. En hoe groter die lijst wordt, hoe kleiner de kans is. Precies daarom. Met mijn karma zal hij waarschijnlijk elke 3 nummers nog een keer voorbij komen. En dan moet ik hem weer doorzetten. Maar dat is toch... Dat is het hele doel van Never Gonna Give You Up. Is dat je hem hoort en meteen denkt... Ah, kut. Ja. Misschien moeten we een nieuwe regel toevoegen aan de Himfinity playlist. Dat kutnummers er na een paar weken uit mogen. Nee, hij mag er niet uit. Je mag hem skippen. Ja. Maar het gaat om de eerste 2 seconden. En die moet je blijven ervaren. De rest van je leven. Dat is de wet van Murphy. Hè? Wat fout kan gaan, zal fout gaan. Ja. Ja, zeker. En ik word sowieso vaak gerickrolled. Wordt in de neem, hè? Maar het is zaterdagavond. Dus waarschijnlijk vannacht word je ook wel weer goed weer gerickrolled. No. Ik vraag me af wie er vanavond van gerickrolled. Ja. Daar gaan we geen uitspraak over doen. Goed, ik ga weer mijn DJ-setje erbij pakken voor een nieuwe mix van mijzelf.